Goedemorgen, we zijn in Brussel bij Jureclear. Naast mij staat Bakir Laskari. Hij is bestuurslid van het Genootschap voor Risicomanagement. Genootschap, dat klinkt een beetje ouderwets, Bakir. Vertel eens, wat doen jullie? Wat wij doen, wij zijn eigenlijk een vereniging. Wij zijn hoofdzakelijk bestaan uit een pak een beetje honderd leden, en het bestuur bestaat uit zeven mensen. Uh, wij hebben de kennis en know en expertise op het gebied van risicomanagement. Wij zeggen en. Uh, um Kennis is macht, maar kennis delen is kracht. Dus dat proberen wij uit te, de, uh, te dragen. Met name organiseren wij regelmatig allerlei bijeenkomsten, seminars. Zoals Leen Papen, Ken van Ierland, uh, um, uh, Bakkas. Uh, voor de leden. En dat is gewoon hartstikke goed. En ze stellen het gewoon zeer op prijs. Dus met name kennis delen. Heel goed. Uh, even in detail rond die activiteiten. Uh, hoe kunnen jullie ervoor zorgen dat inderdaad het niveau van die risk managers iets omhoog gaat? Ja, dat is dus uh, aan de hand van allerlei sprekers, met name belangrijke sprekers die uh, zeg maar in, uh, in huis zijn, of althans in huis hebben qua kennis en uh, innovatie, dan nodigen wij de mensen uit. En meer een deel van die leden, dat zijn ook ZZP'ers, en die willen ook graag hun kennis en expertise updaten. Daarom proberen wij gewoon met de wisselwerking interactieve interactie. Uh, interactie Bijeenkomsten en seminars organiseren zodat de mensen, met name de leden, op de hoogte blijven van allerlei nieuwe ontwikkelingen. Dankjewel. Ik zou zeggen: succes met het genootschap en tot ziens. Dankjewel, hè?